Stef Nijland. Toch weer Chico Soré erbij. Maar het is vandaag dinsdag 3 september. DVS speelt vandaag de eerste voorronde voor de Toto KNVB-beker tegen OJC Rosmalen onder leiding van scheidsrechter Van der Vaart. Scheidsrechter Van der Vaart besluit op de fluit te blazen voor de aftrap van deze wedstrijd. Nee, hele lichte overtreding. Maar de scheidsrechter Van der Vaart die fluit er wel voor. Derde minuut, we gaan kijken naar wellicht de eerste mogelijkheid voor OJC Rosmalen. Staat hij helemaal vrij. Ja, kopt hem gelijk raak. Zit heel veel lengte in de ploeg. Wie zou het zijn, Piet? Die liet zich ook een beetje zien. Dit is Roemion. Nee, net niet. Misschien aanname net kort voor Stef Nijland. Lange bal in de omschakeling. Nou, Tim van den Berg moet even erachteraan. Het is een voorzet richting tweede paal. Oeh, let op. Jan van Willigen. Appel van de doelpunt. Vlagger. En inderdaad. 0-2. Ja, 0-2 voor OJC Rosmalen. Heel resoluut gevlacht van de assistent. DVS in de tiende minuut op een 0-2. Je kunt zeggen wat je wilt over lange ballen. Maar als lange ballen heel zuiver zijn, dan is dat natuurlijk wel een wapen. En dan ben je ook gelijk bij het doel van DVS. Dat is wel handig van een lange bal. Ja, ik denk dat Roland Baas de bal misschien niet helemaal goed zag of zo. Want ik had het idee dat hij hem gewoon anders wel koppend weg kon werken. Maar goed, we zitten in de 20e minuut. OJC staat 0-2 voor. En eens kijken of ze gevaar kunnen stichten bij deze corner. Bal uitdraaiend richting weer die doelpuntenmaker. Roemion gaat er weer vandoor. Aan de linkerkant. Zijn favoriete plekje. Bal aan de voet. Ja, dat is Soré. Dat is nou echt Chico Soré. Profiteert daar. Reageert ontzettend alert. Zeer snel. En tikt zijn punt van zijn schoen tegen die bal. Dit zijn de echte Chico Soré doelpuntjes hoor. Ja, dit. Weinig personeel voorin. Maar wel Chico Soré. Net niet zijn hoofd bereikt. Stef Nijland. Toch weer Chico Soré erbij. Ja. 1-2 wordt denk ik de ruststand hier in Ermelo. Tussen DVS 33 en OJC Rosmalen. Tim van den Berg. Mooi, mooi. Chico, sorry. Oh, venijnig schot. Een van de supporters van DVS rept over de tactiek van OJC Rosmalen. De opstelling 7-2-1. Tim van den Berg gaat ook meedoen in de aanval. Strakke, mooie, strakke bal van Roland Baas. Nou, hij krijgt nog een keer gelegenheid, maar dat was met zijn chocoladepootje. Ja, alleen in dat de laatste fase, ja, zoveel kansen hebben we nog niet genoteerd. Ik zie dat Stef Nijland even de passen uitmeet om eens een keer gewoon vol te knallen. Dat zou in één keer inderdaad, maar wel vol in de muur. Tweede, of de bal snel weer opgepikt, Rick Dekker. DVS nu misschien wat ruimte. Kan Nicky van Hilton voorzet gaan geven. Tweede paal, Chico Soré. Nee, dat is goed alert verdedigd van nummer 5 van OJC. Corner is wat rest. Dat mislukt daar, hopeloos eigenlijk. Oh, oh, oh. Ja, ze zijn te moe om aanvallend ook nog wat te bedenken. Nou, Roemion, Roemion! Nu, Yannick Bouw. Roemion. Nu wel langs zijn tegenstander. Prachtige voorzet.
Maar precies in de handen van de keeper Ralf Vos. Doorlopen, Mike. Slim hoor. Ja, en dan gaat er een kans komen. Prima redding. Mike Arends heeft het zwaar, want die hield het er al mee op in de omschakeling. Ja. Bal nog steeds niet weg. Scheids geeft een achterbal. Ja, dan had je een beetje geluk nodig dat hij net voor een van de DVS'ers valt. Precies. Bollebak druk, bal binnengehouden in de as. Dat is gevaarlijk, maar geen DVS'er daar. Nu dan wel. Roemion is even opzoeken. Richting tweede paal. Kijken. Ai. Ja, gelijk er weer achteraan. Geen overtreding maken. Bal teruggewonnen. Nu dan. Ja. Prachtige voorzet weer, maar oh, wat een redding. Ralf Vos. Ingooi, DVS. Snel nemen. 90ste minuut. Plus, denk ik, toch wel een minuut of 5 blessuretijd. Camara. Oh. Torino, Hunten. Bal richting de tweede paal, dat is lastig hoor. Yannick Bouw moet hij achteruit lopen. Van Otterlo niet aan de bal. Nu geen overtreding maken. Maarten van Dijk verliest het duel. Ja, dit is ruimte. Dit is de invaller. Nummer 21 gaat op Jan van Willig af. Lang op de benen blijven staan. Die gaat hij pakken. Een achterbal is het. Doorgefrommeld door Van Otterlo. Bal is nog voor DVS. Scheid ziet het niet. Maar ja, geeft wel een vrije trap. Vrije trap. Met mogelijkheden. Ja. In de tweede minuut van de blessuretijd. Roemion staat erbij. Ian van Otterlo staat erbij. Nou ja, wat gaan ze daar nou voor vervelende dingen lopen doen? De overredingskracht van Brutus. Incasseert een gele kaart. Jonge. Het is redelijk selectief. Het scheidsrechter alleen maar was nog bezig om een kaart uit te delen op de bank. En toen gebeurde het eigenlijk. Dus ja, we geven maar de langste er eentje. Van Otterlo. Bedient daar Roemion. Zet de bal daar hoog voor. En het eindsignaal. Hij maakt er een eind aan, scheidsrechter. Beetje vroeg. En geen extra tijd op de extra tijd. Maar DVS kan ook vooral naar zichzelf kijken. Ja, zeker. En dit is zonde. We gaan niet door in de beker. Dat avontuur is klaar. En, nou ja, zeer laten we bijzondere wedstrijd zijn voor DVS. Ja, oké. Prima.